Wanneer op vrijdag 25 november 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid wordt gevierd, markeert dat tevens het 47-jarig bestaan van het Nationaal Leger. Kapitein Jermaine Fraser zegt dat de voorbereidingen naar de grote dag toe vlot verlopen. Hij legt desgevraagd het belang van de parade en het defilé tijdens Trividentie uit. Niet weg te denken zijn de mammoetvlaggen die sinds enkele jaren worden gehezen. Oké, de voorbereidingen van het Nationaal Leger, we zijn op schema. We doen van het jaar een normaal mee. Zoals al de voorgaande jaren. Alleen hebben we van het jaar alleen de KPS erbij, het Korps Politie Suriname. BBS, brandweer en de KPA doen van het jaar niet mee. Wat de problemen zijn, is niet echt bij ons duidelijk. Maar zij hebben wel hun verhaal waarom zij niet meedoen van het jaar. Maar bij ons loopt de voorbereidingen wel vlot. Vrijdag 18 november hebben we onze pre-generale. Die hier gehouden wordt samen met KPS op de Gravenbergstraat. En we hebben 22 november onze generale die op Paramaribo Noord wordt gehouden. We hebben daarna dan een 23 en 24 rus en 25 de uitvoering. Het is belangrijk dat er een défilé is, tezamen met een parade. Omdat op de dag van 25 november een Suriname jarig is. En ook daarbij direct het leger die jarig is. En dat is sinds 1975 het geval, waarbij we dan elk jaar onze geboortedag, onze verjaardag vieren. Dus vandaar, dat is de essentie. Voor de onafhankelijkheid, toen we nog in een koloniale overheersing waren, was het zo dat, er nog geen sprake was van een nationaal leger, maar van een Surinaamse krijgsmacht, die allemaal onder controle viel van de Nederlanders. Maar sinds 1975 zijn we onafhankelijk. En hebben we toen onze Nationaal Leger opgericht. En dat is tot de dag van vandaag het geval. Dat van de mammoetvlaggen is geïntroduceerd geworden sinds 2017. Om exact te zijn 11 maart 2017 is dat geïntroduceerd geworden door het vorige regime. En dat hebben we gecontinueerd tot de dag van vandaag. En de essentie daarachter is om het nationalistisch gevoel bij de bevolking aan te wakkeren. Het nationalistisch gevoel die men tracht aan te wakkeren bij de bevolking, is niet dat het niet aanwezig is, maar op hoogtijdagen zoals 25 november, afschaffing van de slavernij, een arbeidersdag, koesteren wij dat het nationalistisch gevoel echt op die dagen aangewakkerd kan worden. Dat men beseft wat deze hoogtijdagen inhouden. Dus vandaar dat de mammoetvlaggen dan op 4 locaties wapperen op deze hoogtijdagen. Voor het kabinet van de vicepresident hebben we 1. Op de rotonde nabij OW, Flora Herstel, hebben we ook 1. We hebben 1 aan de Van Hogeruitstraat bij de rotonde. En op Sanderij nabij JAP International Airport hebben we de 4e. Dus zo'n beetje overal in het land. Zodat elke burger, elke Surinaamse burger deze vlaggen kan waarnemen. En daardoor het nationalistisch gevoel meer aanwakkert. Wij van het leger, we geven niet alles prijs. We werken veel met verrassingen, als ik het zo mag uitdrukken. En op de dag van 25 hebben we iets speciaals. Maar ik wil even niet prijs geven wat dat is. We houden het verrassend voor de bevolking. Zodat men ook echt van kan gaan genieten. Maar dat vindt wel plaats op 25 november.